Hey jongens, mijn naam is Sarah, dit is de Kleine Groene Planeet en het is vandaag dag 15 van de Januari Challenge. En vandaag wil ik het hebben over de markt. Want het gaat heel vaak over dat heel veel groente en fruit in de supermarkt in plastic verpakt zit. Daarom is het een goed idee om naar de markt te gaan. En in de meeste steden is het op zaterdagmarkt en op nog een andere dag. En op de markt heb je veel meer dingen die niet in plastic zitten, natuurlijk nog steeds wel. Broccoli zit er bijna altijd in plastic, ik weet niet precies waarom. Maar op de markt kun je superveel eten vinden wat niet in plastic verpakt zit. En ook bijvoorbeeld olijven, noten, wat dan ook. Dus neem dan ook je eigen zakjes mee, of bakjes, of wat dan ook. En dan kun je ook een heleboel op de markt kopen. Ik hoop dat jullie iets hebben aan deze video en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!